Hallo beste kijkers. Joni en ik zijn op de stek aangekomen. We zijn nog aan het opbouwen. Kopje koffie uitzetten. En ik zal jullie zo laten zien waar ik ben. Ja, koffie. Hier is koffie. Hier is koffie, ja. Koffie. Gaan we doen dan? Gaan we weer een dagje vissen? En waar gaan we vissen dan? Hey. We gaan vandaag vissen aan de IJssel. Ja! Ja, we gaan vissen aan de IJssel vandaag. Ik zal jullie nu laten zien waar we zijn. Joni vindt het wel mooi. Woef. 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 Ik neem jullie vandaag mee een dagje aan de IJssel. Ik ga eerst even koffie zetten. Het is nog hartstikke vroeg, dus we zijn op de bestemming en dat is het belangrijkste. We hebben spullen hier even wat staan, zodat we straks lekker even uit de zon kunnen zitten. En even iets kunnen nuttigen, of een kop koffie. We kunnen straks hier even een broodje smeren. Hey Joni! Ik ga jullie nu laten zien waar ik ben. En hier moet het voor mij vandaag gebeuren. Ik zit tussen de strekdarmetjes. Het water staat weer hoog. Vorig jaar zat ik een paar stekken verder terug. En zo kon je helemaal beneden zitten. Voorbij de stenen. En toen kon ik met 60 gram midden in de IJssel vissen. Nou, dat gaat me vandaag echt niet lukken, want het water joggelt er doorheen. Ik denk eerder dat het in de buurt komt van de 150 gram dood aan de korf. Maar we gaan het zien vandaag. Voorzichtig komt het zonnetje nou tevoorschijn, dus dan hebben jullie een idee hoe vroeg ik hier ben. En moet de Joni ook wat lekkers hebben dan? Krijg ik zo mijn pootje van jou? Krijg ik een pootje van jou? Andere pootje ook? Goed zo. Kun je ook af? Af. Af.
Goed zo. Nou, dan is die voor jou. Joni is helemaal happy. Joni. Wat heb jij daar? Wat heb jij daar? Oeh, heb jij een lekker botje gekregen? Hè? Heb jij een lekker botje? Zo, beste kijkers, Voertje gaat vandaag bestaan uit F1 Sweets. Een volle zak. Supernatural. Een hele zak. Nou, even mooi door elkaar mixen. Zo. Daaraan ga ik nog wat toevoegen. Wat helibutpelletjes. Ja, laten we zeggen 1, 2, 3 handjes vol. Dus geeft je mooi wat spikkeltjes. Optimobait ga ik toevoegen tijdens het vissen om te kijken of ik de brasem ook goed op de plek kan krijgen. En ik heb een zak rulleleem. Maar die rulleleem die is nat natuurlijk, dus die gaan we eerst even door de zeef heen drukken. Is eruit. Er zitten nog te veel klontjes in, dus ik pak even een fijnere zeef, jongens. Zo. Ik geef het voer alvast even een scheutje liquid worm.
En we hebben hennep en mais. Dus sweet corn en hemp. De vochtigheid aardig overheen, dus de vochtigheid van het voer komt aardig overheen met dat van het leem. Nu ga ik ze door elkaar mengen, dus hoppa. Fantastisch mooi voertje. Om mee te beginnen. Ik ga hem nog ietsje natter maken, want hij droogt natuurlijk nog ietsje in. Mooi om mee te beginnen. Daar gaan we mee beginnen. Dit is voor later, mocht ik nog voer nodig zijn. Altijd je voer zeven, dan krijg je altijd een mooie substantie. Zo. Dat is voor later. We gaan vissen. Hé, heb jij je botje op? Heb je je botje alweer op? Hé, hey, Boefie. Huh? Zo. Die we bij elkaar. Die gaat mee naar de kist, de Optimo. Neem je rommel mee, jongens.
Zo. We zitten op de kist. Zoals jullie kunnen zien zit ik tussen de kribben. Er groeit al aardig wat wier tussen de kribben. Dus dat is het meest rustige gedeelte. Nou, je ziet er gewoon de stroomnaad hier voor de kribben uitlopen. Dus ik ga even iets over die stroomnaad heen gooien. En dan zal de korf meegenomen worden ongeveer. Nou ja, dan hoop ik hem daar in het midden van tussen de kribben te krijgen. Daar is het meest rustige punt. Dus daar verwacht ik de meeste vis. Oh, komen we gansjes over. Nog wat nachtnablijvertjes. Zo, goed. We gaan eens even kijken. Dus ik ga hem daar naar de overkant. Waar de koeien bij het water daar kunnen komen. Tussen die twee bosjes. Daar ga ik hem inwerpen. En dan zal ik hem iets over. Kijk. Ja. Daar ligt hij rustig. Daar ligt hij ongeveer midden voor. En het is hier tussen de kribben allemaal stenen. Dus ik wil proberen om voor de stenen te blijven vissen. Kom je tussen de stenen, ja, dan raak je het spul kwijt. Ik hoor een ijsvogel. Ook die vinden we hier langs de IJssel natuurlijk. Ik zie hem alleen nog niet. Nou ja, wie weet. We gaan deze binnendraaien. Dus die komt iets voorbij dat weer terecht. Dus dan moet je nagaan. Ik gooi hem daarin en hij komt daar tot stilstand. Goed. Ik heb een 100 gram korf. Daar heb ik wat stukjes lood al bij opgezet. Ongeveer, ik denk dat het nou zo'n 130 gram op zit. Nou, zoals jullie kunnen zien. Zit hij met een heel mooi watteltje. Dan heb ik een stukje opgetwiste lijn. Hier heb ik een nut protector. En daar een stuitje. Nou, daartussen heb ik zo'n mooi zwiveltje waar ik mijn onderlijn aan kan gaan bevestigen. Nou, die gaan we er even bij pakken. Zo, schuiven we die er weer over. Nou, zoals jullie kunnen zien, heb ik een lusje, een stukje opgetwiste lijn. Dat scheelt afval en het geeft gelijk een mooi stukje stijf gedeelte, zodat hij hem afzet. Nou, dan heb ik een onderlijn van, nou, wat zal die zijn? 1,5 meter gaan we mee beginnen, want het stroomt behoorlijk hard. Als haak. Een XB3 size 10. Die zit op de IJssel. No mercy. Groot water. Grote haken. Zo.
Zo. Even wat piertjes knippen. Nou hopen we vandaag wat meer te vangen als vorig jaar. Vorig jaar waren het alleen maar winders. Maar ook vandaag toch echt wel, nou ja, zowel voor, misschien wat plattertjes, maar ook de brazen wel te vangen. Zo. Dus om mee te beginnen, hoppa. Kasters. En wat mais. Wat wil ik in dit hoekje hier hebben? We gaan gelijk beginnen met vissen, dus we gaan geen korven voorgooien. We gaan gelijk beginnen. En we gaan allemaal zien wat schipstrans. Zo. Handdoekje erbij. Hier is mijn haak. We gaan beginnen met 4 maden. Goed. Hier zitten alle lekkers. Dan zit ik midden in de karf. En dan pak ik hier een beetje. En daar een beetje. Aandrukken. Hé, hey, daar ging de ijsvogel. Of niet? Nee. Het is wel een vogeltje, maar de ijsvogel niet. Helaas. Nou, eerste worp. Dus net over. Nou, je ziet de karf rollen. Positie zoeken. Dan komt hij daar tot stilstand. Hey, tikkie, tikkie. Ah.
Ietsje meer. Oh, de haak is leeg. Was ik dus eventjes iets te laat. Oké. Ja, het kan gebeuren. Vier maanden weer. Ik heb hier nog geen maden neerzitten, alleen maar warm mais, hennep en wat kaasters. Goed, dan gaan we naar warp nummer 2. Weer kleine tikjes. Tik.
Heerlijk, die rust hier. Alleen een paar kleine tikjes. En wederom een lege haak. Ah. Goed. Bij maatjes mee. Hup. Zo, wat joegelt de deur heen, jongens. Ga straks de korf even een klein stukje verzwaren. Tik, tik. Weer kleine tikjes. We zijn in onze eerste vis. Een mooie IJsselvoorntje. Is even heel wat anders dan een karper, maar maakt me niks uit. Ik ben er wel net zo blij mee. Hopla, vis nummer 1, jongens.
is nummer 3. Zorg altijd dat je spanning op je top houdt. Je kan de lijn niet om je topoog heen slaan. We hebben een vinder.
Zo, beste kijkers. Het is heerlijk warm en broeierig aan het worden. Volgens mij komt er een weersverandering aan. Dus ik ga het spul zo inpakken. Dan is het een mooi ochtendje hier aan de IJssel geweest. We waren hier voor zonsopkomst, dus het is nu iets over de middag. Dus het is mooi geweest. We gaan zien of we ook nog een beetje vis hebben gevangen. Volgens mij wel. Ik heb me in ieder geval niet verveeld hier op de IJssel. We hebben een mooie verschillende mix. We hebben voorden, we hebben platters, we hebben winders, we hebben brazen. Jongens, wat willen mensen nog meer hier? Vissen tot de IJssel. Heerlijk. Goed, hij gaat naar binnen. Het is klaar. Lekker met zwaar materiaal mogen vissen. Ik heb met de Horizon Pro Distance, de 4,30 meter versie, 150 gram. Daar zit ik ook wel mee te vissen zo ongeveer. Dat waren we ook echt wel nodig. Onderlijn van 1,5 meter. Haak 10, 20/100ste onderlijn. Het beste waren gewoon weer, zoals normaal gesproken, de maden. Ik heb een paar brazems kunnen vangen op de worm, dus we gaan hem zo zien. Kijkers, beste kijkers. Mooi netje vis, met ja, zoals jullie zien, mooie winders, een paar prachtig mooie vorens tussen zitten. Kijk eens naar de bakken, schitterend. En uiteraard de brazen. Oh. De koolblaai. Kijk eens hier ook. Kijk eens wat een voren. Fantastisch. Genieten. Haha. We gaan ze gauw terugzetten. Ja. Ik zou zeggen, like, deel en abonneer. En ik zie jullie graag de volgende keer weer. Ugh.